De Hoornse taart. Een winkelier en een marktmeester hebben al jaren ruzie. De winkelier wil wraak nemen door de marktmeester te vergiftigen en bakt een taart met rattengif daarin. Hij zet de taart voor het open raam om af te koelen. Niet vermoedend pikt een van de buitenspelende kinderen een stuk. Het kind overlijdt.